Koninklijk wel vertaal. Ik heb ooit al zijn leven in Brussel gewerkt, in een bank. In mijn kostuum, met een plastroom en blankende schoen. Ik koos in een bureau met een stoel met wilkes, in de nagestempel met mijn nom en mijn titel, om onder mijn antieke denk te zetten. Op de kier zei ze tegen mij, vanaf volgende maand gooi je ga en gaat gewoon werken. Maar je moet er niet meer aan zitten, ze. We gaan je door wat meer betalen. Oordig volk in die banken, maar alleen. Ik, elke dag, naar de Vlaanderen gestrooid, in plaats van op Brussel. Dat was plezant, hè? Een bureau met zicht op wat Griekse restaurants, het tak van de Nationale Banken en Symbols. Ze waren wel goed liggen, maar ze mochten me verantwoordelijk voor het alarm. Ooit stramien, 12 sleutel, wat erop door de Vlaanderen gestrooid reed, sloeg het alarm op tilt en belde ze me thuis vanuit Brussel. Monsieur, ja, een voleur en ja, du feu. Ik zei, ja, het is al goed. Die dief is aan het barbecue. Ben op weg. Kom door toe, stond er al een camionette bij aan te flikken en een bende pompiers met een bui. Meneer, moet me de deur neerslooien? Ik zei, nee, ik heb de sleutel. Ik zal de deur wel open doen. Ik zou een dag erachter in de trok gezeten. Hè. En toen zei een van die flikken tegen mij, moet je een keer gaan kijken of dat hij een dief niet op zolder zit? Hij ziet af van hier, kan ze door te ver gooien. Gender in de Vlaanderen strooit om een bankcontact in ons vast te houden. Dan moet dus regelmatig van het strooten met geld gevuld worden. Normaal was dat voor twee collega's, maar ieder was er ziek, dus ik deed mee in zijn plooits. Waar met wie, gelijk twee gruten naar de Nationale Banken. Dat was er aan dat parkje dat de gebroeders Van Aak zitten. Voor 8 miljoen. In briefjes van Duist Frank. Ik krijg dat u 8 pakken van de gruden van een bakstiel. Ik kon dat nooit gedaan. Hè? Dus ik vroeg aan die mensen van de banken, achter dat kogel vraagloos, of dat geen zakjes gedaan. Nee, zei dat. In Nationale Banken hebben geen zakjes. Nou, ik heb ook de centuur van mijn palto goed aangespannen, in die 8 bakstenen in mijn kleren gestoken, en zie terug. We zijn me weer in de Vlaanderen gestrooid, ik begin dan machine te luiden, up, de alarm gaat af. Ja, ik was kort gezet, ik moest dat veel op strooien, ze biedt draak kombis rond me. Ja, dat is niet te geloven, hè? Ik zeg tegen die flik, dat is niet zo, ik werk hier. En ze geloofde me. En zonder zelfs met een pas te vroegen, reed ze weer weg. Dat moet geweest zijn, buisje, omdat ik gaas klapte. Ik zag het toen ook al niet uit, hè? Alsof ik hier was in de bankenwerk. Wordt vervolgd, zullen ze zeggen, in de gazette van de Gentse Sociëteit. Maar eerst een liedje. Op een muziekje, geschreven door Jean-Marie Aerts. De Jean-Marie Aerts. Reis weer een van mijn mooiste duur. Mijn oor wordt helder en mijn uren schuur. De berg af worden voelt gewend. Mijn kreunen val in Gent. Wie is dan nu weer, ken ik hem. Ita Willem, vest met Tuzalem. Glad geschoren in een plat accent. Gelijk de kik van Gent. Thank you.
Daar zijn gaand al geen goud op lengt. Je versieren een putje dat stinkt. Daar zijn wilde bloemen nu getemd. Geld is mijn geld. Kijk een geld boven op school gezeten. Ik mij als jongs naar de flikken gesmeten. Moest spreek van mijn geld geen kwoot. Dat wordt mijn beide stoot. Rik als hij drankt, soms aanbetankt. De lolle vet er aangebrand. Maar niet zonder taart en mist om mee verstand. Hand. Mijn sleutels kwaad. Ja, man, denk eens, word ik dat weer gelaat. De weergaf wordt nu ontgewend.